fotograaf. Ik werk hier bij de faculteit diergeneeskunde als onderzoeksmedewerker. En mijn specialiteit is microscopische technieken. En vlinders is meer mijn hobby. Dus in mijn vrije tijd ben ik bezig met bestuderen van vlinders, het fotograferen van vlinders. Nou, dat zei ik van jongs af aan. Mijn ouders waren of zijn natuurliefhebbers. Dus ik heb eigenlijk van jongs af aan ben ik daarmee opgegroeid. En dan ook stapels natuurgidsen mee en dan planten en dieren opzoeken. En op die manier ben ik er geboeid geraakt door vlinders. In eerste instantie door ze gewoon op te zoeken van wat voor soort is het. En later ging ik daar meer over lezen. En toen kwam ik dus achter dat ze dus een heel boeiende levenscyclus hebben. En dat er over heel veel vlinders gewoon ook bijzondere dingen te vertellen zijn. Wat ik aan vlinders zo bijzonder vind, is dat ze een groot gedeelte van hun leven als rups zijn. Dus een rups die is helemaal gebouwd om zoveel mogelijk te eten en zoveel mogelijk te groeien. En die rups gaat zich op een gegeven moment verpoppen. Ze zijn soorten die wegkruipen in de grond. Er zijn soorten die gewoon aan een takje gaan hangen ergens, of ergens in een struikgewas, of zelfs in een stengel van een plant. Dus het is gewoon voor iedere soort is dat weer anders. En tijdens het popstadium wordt die rups eigenlijk afgebroken en wordt een vlinder opgebouwd. En wat er uiteindelijk uit die pop komt, is iets totaal anders dan die rups, terwijl het toch hetzelfde dier is. Dus dat is gewoon heel fascinerend om dat te zien hoe dat gaat. Als ik bijvoorbeeld hier, we zitten nu op de Uithof bij Utrecht. En als je hier uit het raam kijkt, dan zie je groene weilanden. En dat is voor vlinders, kun je dat vergelijken met een woestijn. Een vlinder voelt zich daar niet thuis. Dus in stedelijke gebieden zitten vlinders vooral in de steden en dan op plekken waar nog wel wat bloemen staan, zeg maar, in tuinen en dergelijke. Ik heb helaas zelf geen tuin, maar mijn ouders die hebben wel een grote tuin. En omdat het natuurliefhebbers zijn, is die tuin ook heel natuurlijk ingericht. En ik heb ze ook kunnen overtuigen dat er ook een brandnetel in die tuin moest komen te staan. En ook wat andere planten. Dus, of bijvoorbeeld een voederplankje te maken. Dus wat mensen vinden is voor de vogels neerzetten. Dat kun je in het najaar ook neerzetten voor vlinders. Maar dan leg je er geen zaden en dat soort dingen op, maar rottend fruit. En een aantal vlindersoorten, waaronder de Atalanta, die zijn daar echt dol op. En die komen daar ook massaal op af. Pruimen, appels, bananenschil, dat werkt allemaal prima. En ook als je daar 's avonds bij gaat kijken, als het donker is met een zaklamp, dan zul je ook zien dat er ook een aantal nachtvlinders zijn die ook op het fruit afkomen. Want het gaat heel slecht met vlinders in Nederland. En al jaren, en het daalt steeds verder. Dus om ervoor te zorgen dat we over 10, 20 jaar bijna geen vlinders meer hebben, is het toch belangrijk dat mensen zich daar een beetje bewust van worden.